De NS2200, de klassieker van Nederland, is een volledig nieuw ontwerp van Pico en komt als H0-model in de vakhandel. De diesel-elektrische, vierassige locomotieven markeren vanaf 1955 het omslagmoment van stoom naar dieseltractie bij de Nederlandse spoorwegen. Met de cabine aan één kopzijde en de karakteristieke lange huiven bekrachtigen deze machines het Amerikaanse ontwerp. De locomotieven met hun topsnelheid van 100 km per uur werden universeel ingezet voor rangeerdiensten, maar ook als trekkracht voor goederen of passagierstreinen. Het model van de locomotief komt in AC en DC versie. Waarbij de AC-variant af fabriek al van een Plux 22 decoder is voorzien. De lok draagt het nummer NS2297. Het model is fijn gedetailleerd en voorzien van verschillende los aangezette onderdelen, zoals sluitseinhouders. Contactdozen. Omloop en trappen met wafelmotief. Vrijstaande deurhandgrepen en een handgreep op het dak aan de voorzijde. Het fijn gedetailleerde ventilatierooster op de lange huif is opvallend. De opschriften zijn ragfijn en exact volgens voorbeeld. De vrije doorkijk in de cabine biedt een machinist in schaal 1 op 87 eindelijk voldoende werkruimte. De draaistellen zijn exact volgens voorbeeld nagebootst en voltooien de uitstekende totaalindruk van deze locomotief. Het model is voorzien van een kortkoppelingsschacht volgens NEM-norm. Om de trekkracht te verhogen zijn twee aangedreven wielen uitgerust met antislipbanden in diagonale opstelling. De NS2200 van Pico heeft een zwaar metalen chassis. Dat geeft het model een goede adhesie en uitstekende rij-eigenschappen. Een ingebouwde condensator zorgt voor optimale rij-eigenschappen tijdens korte stroomonderbrekingen. De locomotief wordt aangedreven door een krachtige motor met twee vliegwielen die ook zorgen voor een werkelijkheidsgetrouw uitrollen. Het model is uitgerust met een Plux 22 interface. Alle digitale functies zijn met de 22-polige Pico decoder beschikbaar. Het model is voorbereid voor de inbouw van een sounddecoder met luidspreker en deze kan eenvoudig worden ingebouwd. De NS2200 is voorzien van LED-verlichting met een zeer goede lichtopbrengst. De wisseling van frontlicht naar sluitlicht is rijrichtingsafhankelijk. De sluitverlichting en de cabineverlichting zijn afzonderlijk schakelbaar.
met de gedetailleerde, werkelijkheidsgetrouwe replica van de klassieker NS2200 met een bijzonder hoge speelwaarde, onderstreept Pico haar mogelijkheden om technisch geavanceerde modellen op het hoogste niveau met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aan te kunnen bieden. Vanwege de stroombuffer wordt het rangeren in digitaal bedrijf ook op complexe wisselstraten zeer plezierig. Het aantrekkelijke model zal door zijn uitstekende rij-eigenschappen, de hoogwaardig technische uitvoering en de onderscheidende vormgeving zowel de praktijkgerichte modelspoorder als de veeleisende verzamelaar aanspreken.